En dan Nederland, Kees. Want kijk, over Nederland las ik een stuk in de Wall Street Journal. En dat gaat over bijvoorbeeld landen als Griekenland, Portugal. En ja, zegt die schrijver, daar gaat het slecht mee natuurlijk. We hebben heel veel dingen ontdekt. Maar hou Nederland ook in de gaten. Nederland komt een keer aan de beurt. En met name vanwege die enorme hypotheekschuld. Ja, en dat is ook volkomen voorspelbaar. Kijk, wat is er aan de hand? Hè? Wat je de afgelopen jaren ziet gebeuren. Wat is er sinds 2007 aan de hand? Dat is een soort proces van financiële waarheidsvinding. De financiële markten hebben zich toen gerealiseerd. We hebben een heleboel rare dingen gedaan in de 10, 20 jaar daarvoor. Maar wat kan nu de consequenties zijn? Gaan we eerst naar subprime kijken in de VS? Nou, dat is wel duidelijk geworden. Griekenland gaan we naar kijken. En zo komen alle landen en plaatsen komen aan bod om te kijken van... zijn daar misschien ook hele rare dingen gebeurd? Nou, in Nederland is die hypotheekmarkt natuurlijk volledig opgeblazen. Dus daar gaat overkomen. En dan is het maar de vraag hoe daarop gereageerd gaat worden. Want ja, ook die financiële markt gaat ook denken van... als die huizenmarkt in problemen komt, komen dus de banken in Nederland in problemen. Hoe gaan die dan weer gered worden? Dus dat kan zomaar effecten krijgen voor de rente. Dat hoeft niet, hè? Dat kan. Maar dat men ernaar gaat kijken, dat men erover gaat nadenken... en gaat nadenken over de consequenties, dat is 100% zeker. De vraag is alleen wanneer het gaat gebeuren en wat de consequenties gaan zijn. Maar gekeken gaat worden. Als je toch even de banken noemt, dat verhaal heb je waarschijnlijk ook gezien... in het Financiële Dagblad. De Europese Bankautoriteit vreest beperking van krediet door de banken. Ja, vrees, dat is natuurlijk ook zo'n onbegrijpelijke opmerking. Want het is natuurlijk volkomen logisch dat dat gaat gebeuren. Hè? Kijk, die banken vertrouwen elkaar niet meer. Ze zijn bang voor meer economische problemen. En zijn dus vooral bezig met het versterken van hun eigen positie. En krediet verlenen, dat heeft niet de hoogste prioriteit. En dat betekent natuurlijk ook dat een heleboel andere bedrijven, niet banken, die afhankelijk zijn geweest van lekker veel en lekker goedkoop krediet, door die houding van die banken in problemen gaan komen. Want het krediet wordt duurder en schaarser. Ja, dan wordt het moeilijk voor een heleboel bedrijven. Maar dat banken meer aan zelfbehoud gaan denken is natuurlijk voorkomen terecht en begrijpelijk. Maar de consequenties zijn meer faillissementen en problemen voor andere bedrijven. Oké, maar in ieder geval logisch is inderdaad minder, want dat is het, hè, ze geven minder kredieten weg. Ja, ze gaan natuurlijk, ze hebben, wat ik al zei, ze hebben voor 2007 hebben ze geleerd van ja, iedereen op zijn blauwe ogen heel veel geld geven. Dat moeten we gewoon niet meer doen. Dus we staan aan de voorraad van enorme verliezen. Dus we moeten geld in huis houden en alleen geld uitgeven aan ja, betrouwbare geldvragers. Ja, maar dat betekent natuurlijk dat een heleboel partijen die tot voor kort net wel geld kregen, nu net geen geld meer krijgen. Faillissementen komen eraan. En de rode draad in dit verhaal is door het logisch. En dat geldt ook voor wat hier gebeurt. Hè? Standard & Poor's. Na Standard & Poor's gaat die andere kredietbeoordelaar Moody's zich gaat ook de kredietwaardigheid van die EU-landen op korte termijn heroverwegen. En ze zeggen dan het akkoord van de EU-top van vorige week, dat biedt weinig nieuwe maatregelen. De risico's blijven in de eurozone en die blijven zelfs toenemen. Dat had natuurlijk al jaren geleden moeten gebeuren. Maar goed, in dit geval kunnen we zeggen beter later dan ooit. Maar dat is nou een accepteren van de realiteit en niet meer het vooruitschuiven. Ik dank je voor vandaag. Kees de Kort, maker en econoom bij AVS Vermogensbeheer.